Dat is goed. Kom binnen, loop binnen. We gaan kijken. Ik heb net gegeten, lekker gegeten, ontbeten. En dan ga ik kijken of we kunnen presteren. Ancilla is bekend. Unibet Open. Unibet Open Praag. Mooi toernooi, mooi podium. En we gaan kijken. Ga kijken of we kunnen presteren. Eerlijk gezegd, ik ben relaxer. Ik ben veel relaxer dan de voorgaande keren. Je weet, ik heb 3 keer Unibet Open, 3 keer niks. Eerste keer niks, tweede keer niks, derde keer helemaal niks. Dus ik sta natuurlijk bekend als een jongen die zich doorgaans uitstekend in de money weet te voelen. Ik ga voor de kleine cash, daar ben ik tevreden mee. Dus wijd en zijd is dat bekend. Maar eerlijk gezegd, als ik dit keer niks heb, heb ik 4 keer op rij niks. En dat is toch een prestatie die wat betekenis heeft. Dus als ik vanavond afsluit, 0 chippies, helemaal 0 chippies, geen enkel rot chippie. Ja, dan is dat toch dan is dat niet voor de poes. Dat is een duidelijke zaak. Kom op, jongen. We staan hier maar een beetje vliegen te vangen. Hè? Gaan kijken of we kunnen presteren. Hè? Gaan pokeren. Stom spel. Alles is klaar, hoor. Wat zeg je, jongen? Alles is klaar voor je. Ja, jongen. We gaan naar het toernooi. Gaan kijken. Kijken of we kunnen presteren. Tot zo. Hoi. Dit is wat het wordt. Thanks, man. Het is gewoon hier. Het idee had ik al. Het is mooi. Ja, met die camera mag je wel weer naar binnen, zeker, hè? Viezerik? Nou, eens kijken. Slecht teken, jongen. Er is helemaal niemand in de zaal. Helemaal niemand. Tafel leeg, hele zaal leeg. Geen enkele speler. 1 speler, Rolf Slotboom, ondergetekende. Team captain, Holland Poker. Goeie speler. Ziet er goed uit. Is gevaarlijk. En verder helemaal niemand. Niemand. En dat is een slecht teken. Betekent vaak dat er goede spelers aankomen. Eerste voortekenen, niet goed. Het toernooi begint morgen pas, toch? Ja, jij bent wel koppie, hè? Ja, jij bent niet op je achterhoofdje gevallen, hè? Nee, kijk, dat is allemaal natuurlijk ook onzin. Het kan nooit kwaad. Het kan nooit kwaad om eventjes die zaal binnen te lopen, kijken, gevoel krijgen. Gaan even kijken wat we morgen gaan presteren. Dat is goed. Dat is een duidelijke zaak. Dat is niet voor de poes. Nou, kom op, jongen. We staan hier met vliegen te vangen, hè? We gaan even wat eten. We gaan morgen presteren. Kijken of we kunnen presteren, jongen. Kom maar.